De brandweer denkt dat het blussen van de brand in Vlaardingen nog zeker een paar uur zal duren. De brand brak gisteravond uit bij het bedrijf Belen aan de Maassluisse dijk. Het gaat om twee loodsen die volgens de brandweer als verloren moeten worden beschouwd. De brand veroorzaakte veel rook en stank. Daarover werd veel geklaagd bij de Milieudienst. Over de oorzaak van de brand in Vlaardingen is nog niets bekend. Niemand raakte gewond. Omwonenden hoeven hun ramen en deuren niet langer dicht te houden, had dus de brandweer. Bij het monument de verwoeste stad van Zadkine is zaterdagavond de herdenking van het bombardement op Rotterdam afgesloten. De hele dag is de rampzalige gebeurtenis in mei 1940, nu 71 jaar geleden, herdacht. Ook was er zaterdagavond een skate- en wandeltocht langs de brandgrens van het gebied dat in mei 1940 werd vernietigd. Op de Ruit van Rotterdam is het hele weekend de A20 afgesloten, tussen het Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met asfalteringswerkzaamheden. Ook wordt het spoorviaduct over de A20 van de vroegere Hofpleinlijn afgebroken. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt omgeleid via het zuiden over de A15. Het is wisselend bewolkt en vooral vanochtend kan er wat regen vallen. Het wordt 15 graden. Ook de komende avond en nacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen weinig verandering, maar wel iets warmer.